Onze volgende spreker, Matthijs Kok, is naast wetenschappelijk directeur van HKV Lijn in Water ook hoogleraar aan de TU Delft. Daar vervult hij de leerstoel waterveiligheid bij civiele techniek. En vanuit die positie is Matthijs betrokken bij de Stichting Technische Wetenschappen. En die stichting die realiseert kennisoverdracht tussen de technische wetenschappen en de gebruikers. Zeg ik dat goed? Kennisontwikkeling. Oké, dankjewel. En vanuit die rol gaat hij ons meenemen naar multifunctionele waterkeringen en specifiek windmolens. Dankjewel, Sandra. Ik was al benieuwd wat je over mij ging vertellen. We kennen elkaar langer, dus. Maar gelukkig was het heel bescheiden. Dat vertel ik je later. We twitteren het wel. Goed, ik ben dus part-time hoogleraar aan de TU Delft. Dat doe ik 2 dagen per week. Dat is nog een hele opgave om al die dingen die je daar kan doen, om dat binnen 2 dagen te houden. Maar gelukkig heeft een week meer dan 5 werkdagen, dus dan los je dingen ook op die manier op. Waar ga ik het vandaag over hebben? Over windmolens op waterkeringen. En dan denken jullie natuurlijk van, al die windmolens in het land. Tenminste, ik vind het allemaal redelijk afschuwelijk. En wordt het nu beter als je ze op waterkeringen zet? Nou, daar heeft de Rijksadviseur voor het Landschap heeft daar 2 jaar geleden een heerlijke duidelijke opinie over geformuleerd. Ze heeft een verhaal geschreven onder het motto windmolens hebben een verhaal nodig. Het is niet alleen maar turbines die energie opwekken, maar windmolens hebben nogal een landschappelijk impact. Windmolens hebben een landschappelijk verhaal nodig. Dat is niet een regionaal verhaal, maar een nationaal verhaal. En waar ze mee kwam, is dat ze zei, die windmolens, dat zijn allemaal van die kunstmatige elementen. Nou, daar hebben we er meer van in Nederland, lijnvormige kunstmatige elementen. Waterkeringen. Dus zij kwam met het verhaal, je moet die windmolens verbinden met waterkeringen. En dat is haar verhaal. En wat je ook ziet, is dat, tenminste zo vergaat het mij, als ik op de A6 rijd bij Lelystad, dan zie ik ze door die windmolens langs die dijken liggen. En dat vind ik op een of andere manier toch wat mooier dan al die losse elementjes die zo in het landschap staan. Dus het is ook een landschappelijk verhaal waarom dit zo moet. En wat ik vanochtend met jullie wil gaan doen, is daar een aantal elementen van verkennen. Wat betekent nou die windmolens op waterkeringen? Ik heb wel een waarschuwing. Ik heb niet de oplossing. Want we zijn daarmee bezig. Op een universiteit doe je onderzoek. Ja, een onderzoek kost tijd. Dus we zijn nog niet klaar. In feite zijn we nog maar net begonnen. Maar dat zal ik laten zien. Kijken of dit allemaal gaat werken. Ja. In welk kader wordt het onderzoek uitgevoerd? Dat is het STW-onderzoek naar multifunctionele waterkeringen. Ik ben daar van dat onderzoeksprogrammaleider. Het is een erfenis die ik gekregen heb van Han Vrijding, die vorig jaar met pensioen ging en als cadeautje aan mij gaf dat ik hier programmaleider van mag zijn. Wat is dat voor onderzoek? Het is een, Sandra noemde het al, STW-onderzoek, gesubsidieerd door STW, in feite gefinancierd door STW. Maar daarnaast zijn er ook een aantal gebruikers betrokken in dit programma. En een van de gebruikers die ook dit onderzoek financieel ondersteunen is de STOA. En mede daarom hebben we ook dit onderzoek gekregen. Want ik denk dat zonder die steun dat niet gelukt was. Dan willen we natuurlijk ook graag wat terug doen voor de STOA als onderzoeksgroep. En wat we doen is dat we een aantal cases gaan uitvoeren waarbij de windmolens op en bij waterkeringen één van de cases is. Dus dat is één van de cases.
En er is nog ruimte voor andere cases. Dus niet allemaal tegelijk bij mij melden. Maar als er mensen zijn die dat die zeggen van... Hey, maar ik heb een heel interessante vraag. Die ook goed onderzocht kan worden. Dan zijn we daartoe. Dan willen we dat graag doen. Nou, wat stelt het onderzoek voor? Het is in feite een jaar geleden gestart. Nu zei ik van deze case is nog niet gestart, maar als ik zeg het programma is gestart en je hebt 12 AIO's, 12 promovendi, dan beginnen ze natuurlijk nooit allemaal tegelijk. Dus de een die is net begonnen en de ander is al een jaar bezig en dat loopt wat door elkaar heen. We hebben ook 4 postdocs in het programma en eentje daarvan zit in de zaal. Dat is Trudus die daar zit. Dus die, wordt ook, die doet ook onderzoek naar multifunctionele waterkeringen. Nou, doen we dat alleen technisch? Nee, we doen het niet alleen technisch. We doen het ook stedenbouwkundig met de faculteit bouwkunde van de TU Delft. We doen het ook de governance met de afdeling bestuurskunde van de TU Delft. We doen het ook het landschappelijk element. Met de Universiteit van Wageningen. En we doen ook het, wat ik dan even noemde, de PPS-constructies, de financiële constructies met Universiteit Twente. Dus dat is de rolverdeling in dit programma. Samenwerking met gebruikers via cases, dat heb ik gezegd. Nou, waarom windmolens op waterkeringen? Ik heb natuurlijk net al iets verteld. En wat daar ook meespeelt... Dat geldt bijvoorbeeld ook bij windmolens op de afsluitdijk. Daarvan heeft het Centraal Planbureau geconcludeerd. Je hebt de opbrengst van een windmolen op zee. Maar de kosten voor het plaatsen van een windmolen op land. Nou, een windmolen op zee is ongeveer een factor 2 duurder dan een windmolen op land. Dus dat is een behoorlijk sterk argument om die waterkeringen op te zoeken. Nou, en landschappelijk gezien, dat heb ik verteld in het begin. Nou, welke aspecten onderzoeken we? We onderzoeken vooral de techniek. Daar zal ik wat op ingaan. Die sheets die straks komen heb ik zelf niet allemaal bedacht. Maar dat heeft Paul Hulsje gedaan. Dat is een van de postdocs in ons onderzoek. En hij werkt ook parttime bij Deltares. En straks voor de helft van de tijd voor de TU Delft. Dus dat is onderzoek wat gedaan is. Maar daarnaast gaan we kijken naar het risico. Leveren windmolens additionele risico's op? Maar ja, het zijn natuurlijk extra elementen. Dus het antwoord daarop is al gauw ja. Als je zegt van nou het voorzorgprincipe van nou hè, dat moeten we niet willen. Dan moet je ze verbieden. Maar je kan natuurlijk ook de vraag stellen van nou onder welke condities zou het aanvaardbaar kunnen zijn. Het concept van aanvaardbaar risico is natuurlijk een heel bekend begrip in waterkeringsland. Hè. Risico nul bestaat niet. We gaan toe naar een aanvaardbaar risiconiveau. Landschappelijk inpassen. Nou, daar is al veel over gezegd. We gaan kijken of we daar nog iets aan kunnen toevoegen. En daarnaast de governance van hoe kunnen we dat nu goed regelen met elkaar. Nou, huidig beleid maken we onderscheid tussen dat je ze plaatst binnen de waterkeringszone... of plaatsen buiten de kernzone. Buiten de kernzone, dat is natuurlijk wat... dan is het een NWO, niet waterkerend object. En als het dan geen negatief gevolg heeft voor de veiligheid... of geen onvoldoende gevolg, dan zeggen we dat staan we dat toe. Als we dat binnen de kernzone doen, dan is het een waterkerend object... en dan zeggen we al gauw dat is niet toegestaan. Nou... Dat gaan we ook onderzoeken in ons programma. Althans, dat idee hebben we. En de vraag is dat terecht. En de tweede vraag is van hoe te toetsen. Nou, dit is een dwarsprofiel van Waterschap Zuiden-Zeeland. Die ook waterkeringen in de waterkering hebben staan. Wat je ziet is de kernzone, het keurgebied en... De vraag is van waar wil je graag die windmolens hebben staan? En welke effecten heb je dat en waar moet je op letten? En hebben we daar als waterbeheerder ook een centraal verhaal? Of moet elke energieproducent naar een waterschap gaan en zeggen van... nou, hoe zit het bij jullie? En daar ook mee gaan onderhandelen.
Dus dat is wel een belangrijke vraag die ook in ons onderzoek geadresseerd gaat worden. Nou, technisch kan er heel veel misgaan met een windmolen. En de vraag is natuurlijk van hoe erg is dat dan? Hij kan omvallen. Er kan piping optreden als je het goed doet. Je hebt trillingen. Nou, trillingen is iets wat waarvan wij denken van nou, dat is een belangrijk aspect. Dat is ook nog een belangrijke kennisleemte. Je hebt dus schade door trillingen. Je kan piping hebben als je daar geen voldoende aandacht aan besteedt en erosie. En natuurlijk het beheer en onderhoud, daar moet ook aandacht voor zijn. Want het is wel een extra object in de waterkering. Nou, de relevante fases van de levensduur. Dat is natuurlijk duidelijk. Hè? Ontwerp, realisatie, exploitatie, dus het beheer en de ontmanteling. Wat natuurlijk ook een fase is in dit geheel. Het is een nieuw type constructie in de waterkering, dus er is geen ervaring. Windmolen is een niet-waterkerend object. En de extra ten opzichte van de bestaande niet-waterkerende objecten, want daar hebben we natuurlijk heel veel van, dat zijn de grootte van de constructie, het bezwijken van de constructie en de aanwezigheid van trillingen. Nou, als we naar de grootte gaan, dan zijn het behoorlijke joekels. Dus hier is een plaatje getekend van hoe die ontwikkeling zich heeft voorgedaan en waar het waarschijnlijk naartoe gaat. Want je ziet, het begint bij 1985 en het eindigt ongeveer in 2006. En je ziet dat die windmolens gigantisch, gigantisch groot zijn. Ook ten opzichte van de waterkering. En dit is dan op schaal is dat dan getekend. En nu is de windmolen getekend naast de waterkering. Dus die is 120 meter hoog. En je kan je voorstellen dat als die omvalt, dat die behoorlijk veel schade kan geven aan de waterkering. Je kan hem natuurlijk ook op de top zetten van de waterkering. Ja, alles kan. En de energieproducenten die vinden dit eigenlijk best mooi. Want ja, je krijgt er gewoon 6 meter hoogte bij als je hem op de top zet. En hoe hoger, hoe meer opbrengst. Je kan ook zeggen van nou, die kan de paal 6 meter korter maken als je ten opzichte van dat je hem, als die dijk 6 meter hoog is, ten opzichte van de molen die als je hem naast de waterkering zet. Nou, ik moest er wel erg aan wennen aan deze tekening. We nemen hem wel mee in onze varianten. Vooral ook omdat de energieproducenten dat denken van nou, dat is misschien best een goed idee om dit zo te doen. Nee, het moet nog blijken. De realisatiefase. Dan heb je natuurlijk te maken met de bouwput. Relatief lange bouwtijd. Hoe zit dat met het seizoen? Maar goed, dat zijn bekende problemen. Maar trillingen, dat is natuurlijk wel iets wat de nodige aandacht verdient. Dus trillingen tijdens de levensfase heb je dus van alles wat trilt aan zo'n motor. Aan zo'n windmolen. De trillen van de rotorbeweging, de windbelasting. In de stormsituatie wordt natuurlijk die rotor stilgezet. Maar je hebt wel de stormbelasting op de mast. Je kan natuurlijk wel hoog water hebben. Je kan golfbelasting hebben. Dus er zijn wel een aantal mechanismen die aandacht nodig hebben. Waar vooral wel een zorg is, is van dat de permanente trilling die een windmolen heeft, of die niet zorg draagt voor allerlei vervormingen van de ondergrond. Einde levensduur, dan moet die ontmanteld worden. Nou, dat kun je zeggen, nou, die mast weghalen, dat is niet het grootste probleem. Maar ja, wat doe je dan met de fundering? Je kan het natuurlijk ook zo maken dat je er gewoon weer een nieuwe mast op zet. Nou, dat is natuurlijk, hè, de levensduur van de fundering zal waarschijnlijk groter zijn dan de levensduur van de mast.
En je kan zelfs al rekening mee houden dat die masten nog iets groter worden, zodat je de windmolens nu al ietsje verder uit elkaar zet, zodat die afstand dat ook dat hij dat aan kan. Nou, dan nog iets over trillingen. We hebben het over heittrillingen. Daar zijn allerlei richtlijnen voor, van hoe dat, hoe groot die zijn, allerlei inzichten. Dus dat is de praktische strategie van het gebruik maken van bestaande kennis. We denken dat we op dit terrein dat we nog wat aanvullende berekeningen gaan doen, vooral met Plaxis. Vooral de kennis van verweking is naar ons inzicht op dit moment onvoldoende. En ook de relatie tussen verweking en stabiliteit. Dus van hoe dat zich tot elkaar verhoudt. En je kan natuurlijk ook zeggen van nou ja, ik ga niet heien. Ik heb een ander paaltype. En dan heb je geen trillingen, maar dan heb je wel weer andere risico's. Maar in ieder geval is naar ons idee de kennis over de risico van trillingen is een belangrijk aandachtspunt de komend half jaar om daar iets meer over te weten. En dat is een voorbeeld van een ongeval tijdens een stormsituatie. Kijk, als die op de top staat, heb je het voordeel dat de mast niet op de top kan vallen. Maar ja, of je dan echt blij bent als die mast omvalt. Als je aan de binnenkant zet. Bij Urk is een groot windpark voorzien. Daar staan ze allemaal aan de binnenkant. Wat is de dreiging daar? Is westenwind. Nou, dan moet die turbine tegen de wind invallen om op de dijk terecht te komen. Dus dat is waarschijnlijk niet zo'n waarschijnlijk scenario. Dus heb je allerlei overwegingen. Als je maar aan de buitenkant neerzet, dan weer wel. Dus dan staat hij in het water en kan hij dus wel op de waterkering vallen. De vraag is natuurlijk ook van wat gebeurt er nou als zo'n mast op de waterkering valt? Nou, volgens mij ben je dan niet heel erg blij als dat gebeurt. Dus ook daar zou je natuurlijk nog weer heel veel onderzoek naar kunnen doen. Kijk, de kansen, want ik ben betrokken geweest bij het project in de Noordoostpolder. Van wat is nou, toen vroeg die energieproducent vroeg mij, wat is nou met die waterkering, wat is nou een aanvaardbaar risico? Nou, dat is nog best een heel verhaal. Want we hebben op dit moment niet een richtlijn waarin staat van windmolens. Dat is wat we aanvaarden. Daar kom ik straks nog even op terug. Trillingen in de ondergrond. Collega Paul Hulscher heeft daar een Plaxis berekening voor gemaakt. Dit is dan het model waarmee hij gerekend heeft. Dus een windmolen op een waterkering. Geschematiseerd als een 1-op-5 taluut. En dan de fundering is dan een paal in de grond. En dan heeft hij gekeken naar de. De paal staat er midden in het taluut. Dus dat is dan de schematisatie. En wat hij dan vervolgens gekeken heeft, is van hoe die trillingen zich dan doorwerken in de grond. Dit zijn trillingssnelheden. Dus voor de vervorming van de grond. En die percentages zijn percentages ten opzichte van het gemiddelde. En dus dan zie je dat de trillingen naar boven toe veel minder zijn dan de trillingen naar onder toe. Nou, dit soort berekeningen willen we nog wat verder gaan uitbreiden. Die willen we ook goed gaan interpreteren wat dat betekent voor het risico van die windmolens. Je kan natuurlijk een schoorpaal kun je daar vastmaken om die krachten af te vangen. Maar ja, ook dat geeft natuurlijk weer extra risico's wat je in feite liever niet hebt. Dus ook daar zijn dus in het ontwerp nog allerlei varianten mogelijk. Wat moet er gebeuren? De dynamische belastingen doorrekenen op fundering. Gedrag, fundering en grond. Dat gaan we zowel deterministisch als probabilistisch doen. En vervolgens de gevolgen voor de toelaatbaarheid van dit soort objecten. En de toetsing aan de hand van faalmechanismen. Dan iets over wat is dan van welk kader heb je dan om te beoordelen of het aanvaardbaar is of niet.
Nou, dan wat we dan zeggen, en dat heb je redenering heb ik ook toegepast bij het windpark in de Noordoostpolder. Dus die zegt van nou, op dit moment hebben we niet een overstromingskans, maar laten we, want dat doen we ook met alle andere faalmechanismen, laten we een overstromingskans als criterium nemen. En laten we zeggen dat de bijdrage van de windmolen beneden een bepaald percentage moet zijn van de toelaatbare faalkans. Dus dan accepteer je dat die windmolen een extra bijdrage geeft. Maar zeg je, die moet dan beneden een bepaalde kritische grens blijven. Bijvoorbeeld 1% van de overstromingskans van het dijkringgebied. Kijk, als je dat doet, dan is dat de opgave aan de energieproducenten om dat te halen. En heb je ook een discussie mogelijk van aan welke eisen ze moeten gaan voldoen, willen ze die windmolens plaatsen. En dan zie je ook, naarmate men meer windmolens plaatst, worden die eisen ook strenger. Dat zijn natuurlijk allemaal nog discussies die nog open zijn. En ik denk dus van dat het goed is. Hè. We hebben dat voor de dijk bij Urk ook gedaan. Kijken wat is dan de faalkans, de huidige faalkans van de waterkering. En welke bijdrage zou dan toelaatbaar zijn. En dan zeggen de energiefabrikanten aan hun is het dan om aan te tonen dat de kans op bijvoorbeeld omvallen lager is dan de kans die je aanvaardbaar vindt voor de waterkering. Nou, wat is nu de planning van dit onderzoek over windmolens? Nou, ik denk eind dit jaar zullen we de eerste resultaten hebben. Dan gaat het vooral ook over techniek. Dat is even het speerpunt. Maar daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan de landschappelijke elementen en de governance. En eind dit jaar zijn de resultaten. Sandra, dit was het. Zijn hier nog inhoudelijke vragen over? Want we hebben heel even de tijd in het programma. Het is alleen een nieuwsgierige vraag. In hoeverre de baten die men heeft door zich te vestigen op een dijk, dat is op zich wel wat waard. En adopteert dan de energiebedrijf het onderhoud van de dijken? En wordt dat meegenomen? Want ik vind voor wat hoort wat. En hoe bouwen jullie dat in die governance? Wat ik begrijp is van dat als een energieproducent een windmolen plaatst, hij de eigenaar van de grond een tegemoetkoming geeft omdat hij bezit neemt van een stuk land, of in ieder geval een stuk land gebruikt. Dat is een behoorlijk bedrag, heb ik begrepen. Ik dacht iets van €50.000 per windmolen. Kijk, als je dat op de water, als je dit mechanisme ook toepast op de waterkering, dan kan een waterschap daar ook geld mee verdienen. Kijk, de vraag is of het nou aantrekkelijk is om te zeggen van nou, die energieproducent gaat voor het onderhoud zorgen van die waterkering. Dat lijkt mij nog wel heel erg lastig. Hè? Want hij moet daarvoor betalen. Ja. Ja, maar goed, de gedachten zijn dus nu, of de werkwijze is nu, van dat je dat eenmalig afkoopt. Maar goed, er zijn natuurlijk allerlei andere gedachten ook denkbaar. En we gaan daar zeker ook wel aandacht aan besteden. Of daar andere modellen, of die aantrekkelijk zijn, dan de huidige werkwijze. Ik kijk nog even naar het beleidsplaatje. En als ik naar ons beleid kijk, zeg maar, aangaande dit soort situaties. Kun je bij ons in de kernzone wel iets aanleggen. Maar dan moet je vervangende waterkering realiseren, zeg maar. En dan ben je van alle problemen in die zin af. En het tweede is, een object in de kernzone is ook een niet-waterkerend object. Dus het hoeft geen waterkerende constructie in die zin te zijn. Het is gewoon niet waterkerend object in die zin. En bij ons is het beleidslijn meer van, als je kan aantonen dat het veilig is, dan kan het. Hè? Maar daar zit natuurlijk een inhoudelijke vraagstuk achter van, ja, wat zijn dan de risico's en hoe onderbouw je die? En ja, daar kan dit natuurlijk wel een bijdrage aan leveren. Dan heb ik nog wel een vraag. En de vraag is eigenlijk, ik hoor u heel veel zeggen over tijdens stormomstandigheden, omvallen van de mast en dat soort zaken. Maar bijvoorbeeld hier bij het Markermeer, toevallig afgelopen maanden hebben we er ook nog mee te maken gehad. Langs het IJsselmeer heb je ook te maken met kruiend ijs. En hoe ga je bijvoorbeeld daarmee om in die risico-inschatting, het risico dat je volledige fundering eruit wordt geweekt tijdens kruiend ijs en dat soort zaken? Dat is een...
De vraag doet zich alleen voor als je hem aan de buitenkant, de windturbines aan de buitenkant neerzet. Of op de top, kan ook. En in feite is dat natuurlijk een extra belasting voor de windmolen. In het rijtje faalmechanismen hoort deze ook zeker thuis. Vooral in dit gebied. Want daar zie je natuurlijk het kraaiend ijs nogal optreden. En als dat een risico voor de waterkering geeft, zou dat een onderdeel van de analyse van het waterschap moeten zijn. Om daar om aan het energieproducent te vragen wat er gebeurt als er kraaiend ijs is. En moet dat ook onderdeel zijn van het toetskader voor windmolens op en nabij waterkeringen. Ja? Of brillen? Niet voor de tv. Wacht even, anders kom je niet op tv. Dus je moet toch even hier even intoeteren. Nou, ik weet niet of dat nou zo'n gewenst is. Windmolens hebben niet het eeuwige leven. Hoe gaan jullie om met de sloopfase? Trek je alle heipalen en zo er weer uit? Of hoe wordt daarom gedacht? En het tweede aspect, de kabels en leidingen. Even wachten, Matthijs. Ja. Anders kom je ook niet op tv. Alsjeblieft. De sloopfase, dat is onderdeel van ons project. Je hebt het gezien, de ontmanteling. Ik zei, met het fundament kun je op twee manieren mee omgaan. Je kan hem met dynamiet opblazen, bij wijze van spreken. Je kan hem ook hergebruiken. Dus dat is dan iets wat je als aan energieproducenten kan vragen om daar op een goede manier mee om te gaan. Ik weet toevallig van, bij mij in de buurt worden ook windmolens geplaatst. En dan heb ik al dit soort discussies, hè, van staan die dan, blijven die dan altijd staan? Nou, het antwoord daarop is natuurlijk nee. En wat gebeurt er dan? Dus dat geldt hier natuurlijk ook. Dus ik denk dat onderdeel moet zijn van hoe een energieproducent ermee omgaat. Kabelsleidingen geldt natuurlijk gewoon het reguliere stelsel voor, zoals we nu ook met kabelsleidingen omgaan. En dus dat is volgens mij niet iets anders en niet iets nieuws ten opzichte van wat we nu hebben als je daar een windmolen plaatst. En dus die zorgvuldigheid die je nu hanteert, moet je dan ook hanteren. Oké, dankjewel Matthijs. Dan gaan we hem weer even inpakken voor aankomende vrijdag. Jij zei in je verhaal al van nou, hè, we zijn nog niet zo ver. We zijn eigenlijk nu alleen naar die technische kanten aan het kijken. Dus we hebben nog niet zo de gelegenheid gehad om heel ver vooruit te kijken. Maar ik neem aan dat je wel ideeën, wensen hebt richting het bestuur. Ja, natuurlijk. Nou, één heb ik natuurlijk ook al verklapt, hè, dat de vraag is hoe je nationaal met dit vraagstuk omgaat. Energieproducenten komen bij waterschappen aan, die leggen daar de vraag neer. En wat denk ik goed is, is dat om dat een nationaal vraagstuk te laten zijn. Dus dat ook aan bestuurders mee te geven van als dat zo is. Hè, want je ziet, voor je het weet heb je allerlei verschillen. Hè, wordt de dijkgraaf van het waterschap ook voorzitter van de klankbordgroep om windenergie te stimuleren. Nee, het is een hypothese dat het zomaar zou kunnen. Dus je moet daar, denk ik, daar eenheid in betrachten. De tweede is, denk ik, geen angst te hebben voor die windmolens. Ik bedoel, het zijn objecten die, mits goed ontworpen, goede bijdrage kunnen geven. Ook aan de financiering wellicht, maar in ieder geval ook aan het landschap. Maar de voorwaarde is wel, mits goed ontworpen, hè, mits de eisen goed geformuleerd zijn, ook transparant zijn. Als ik met energieproducenten praat, dan vinden ze dat vaak heel erg onhelder waar ze nu aan moeten voldoen. Als een windmolen, als de gedachte is om daar een windmolen te plaatsen. Terwijl ik denk van nou, het geeft ook mooie kansen om het landschap ook te verfraaien. Dus dat is dat zijn dan de meerdere boodschappen die ik dan heb. Ja, oké, dankjewel. Dus eigenlijk uniformiteit in de aanpak en hoe er tegenaan gekeken wordt met de veiligheidsbril. En ook niet bang zijn om het ook te durven doen. Ik wilde nog heel even naar de zaal kijken of iemand daar iets op aan wil vullen.
of nog iets extra's zou willen meegeven? Even als een soort hacking inbreken. Toevallig was vorige week, dat zou ook wel geen toeval zijn, weer op discussie over windmolens. En het valt me op dat je hebt governance en je hebt ook een soort emotionele governance. Hè? In jouw project doe je governance op het end. En mijn aanbeveling zou zijn om toch gewoon eerder in het project al de governance mee te nemen. Want het is een technisch probleem, maar het is niet alleen een technisch probleem. En anders schuif je naar voren de hete aardappel, zeg maar. En dan kan je beter een ietsje af laten koelen en ook met de aardappel aan de gang gaan. Nou, een korte reactie. Dat ik nu vooral ben ingegaan op de techniek, omdat het wat makkelijker is. En misschien wat vertrouwder. Dus heeft allerlei oorzaken. We zijn nu bezig om met jullie, met STOA, de precieze vraag te formuleren. En dan wordt de governance volwaardig meegenomen. Dus dat dit ter geruststelling. Oké, dan rest mij nog de symbolen aan te geven. Want nou ja, schone energie is natuurlijk heel belangrijk, vandaar deze batterij. Maar nog even een extra item, het gezond boerenverstand zou ik je willen meegeven. Of nou ja, de bestuurders willen meegeven. Matthijs, dank je wel. Mag ik nog één ding zeggen? Volstrekt buiten de orde. het gaat niet over windmolens, maar wel over iets anders. Namelijk dat op 23 mei ik mijn oratie houd in Delft. Jullie zijn daar allemaal welkom. En als jullie om 2:00 komen, want dan begin ik, dan komt daarna Bas Jonkman, die ook net benoemd is als hoogleraar waterbouw. En als toetje Han Vrijding, die zijn uitreerede houdt. Dus je krijgt er 3 op 1 middag. Moet je wel lang zitten, van 2 tot 5 en een borrel na afloop. Nou, dat is er wel 3 voor de prijs van 1. Helemaal mooi. Nou, hartstikke leuk.